Beste kijkers, mooi dat jullie weer zijn ingeschakeld voor het wekelijkse ZZ Leiden TV, de talkshow samen met Sleutelstad. Hier die mooie studio aan de Middelstegracht, programma van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. De beslissende fase is aangebroken in de maand mei. Natuurlijk de play-offs, de strijd om het landskampioenschap, daar gaan we het vandaag over hebben. Dat doen we in een aantal blokjes. We gaan straks eerst even terugkijken op de eerste ronde van de play-offs, de serie tegen de Basketbalacademie Limburg, die Leiden uiteindelijk won. Daartussen hebben we een mooie montage met de DBL seizoensprijzen, want spelers en coach van Leiden sleepten de ene naar de andere prijs in de wacht. En daar hebben wij ook mooie highlights bij. Daarna het hoofdonderdeel, de serie tegen Zwolle die begonnen is. Leiden won de eerste wedstrijd en die gaan we analyseren met een samenvatting, met statistieken. En we horen ook van beide coaches en van een van de spelers, Riley LeChance. Aan het einde van deze uitzending natuurlijk weer de quiz, zowel de winnaar als de nieuwe vraag. Zoals gezegd kijken we eerst kort terug op de serie tegen de Basketbalacademie Limburg. Dat was nummer 1, Leiden uit de reguliere competitie tegen de nummer 8. Dat is een beetje anders dan anders vanwege corona. Iets minder tijd om het seizoen af te maken. Dus maar 2 wedstrijden. En dat betekende dat het om doelsaldo ging. De uitslagen van die 2 wedstrijden eigenlijk bij elkaar opgeteld. Nou, we gaan inmiddels al wat mooie beelden laten zien van die tweede wedstrijd. Want die was in Leiden met onder andere de player of the game Nick King. Dan vertel ik u nog even dat Leiden de eerste wedstrijd uit in Limburg won met 9 punten verschil. 77-86. Dat was een mooie revanche, want Leiden had kort daarvoor die uitwedstrijd in Limburg verloren voor de beker van bal. Nu ging Leiden dus met een plus 9 de tweede wedstrijd in eigen huis in. Waar dus onder andere die Nick King zo goed speelde. Nou, Limburg moest dus eigenlijk winnen met 10 punten verschil om Leiden eruit te gooien. Dat gebeurde absoluut niet. Leiden was helemaal de baas in de tweede wedstrijd. Zij wonnen met maar liefst 26 punten verschil. 97-71. En in die wedstrijd, en ook dat beeld ziet u straks voorbij komen, nog een prachtige behind-the-back assist van Wordy de Jong op de MVP, op Emmanuel Enzekwesi. En dat moment werd ook gekozen tot play of the game. Op die manier bereikte Leiden dus relatief eenvoudig ten koste van de Limburgers de laatste 4. Mooie opening dus van de play-offs van Leiden tegen Bal. En kort voor die wedstrijd werden de DBL Awards uitgereikt door de voorzitter van de Dutch Basketball League. Toevallig ook een Leidenaar, Ramses Braakman. En die prijzen gaan over het reguliere seizoen. En dan stemmen de coaches, de aanvoerders en de basketbalpers over wie de beste spelers zijn, wie de beste coach is. Allemaal prachtige eretitels. Nou, er werden er heel veel door Leiden in de wacht gesleept. Daarvan hebben we een mooie montage gemaakt. Zowel de uitreiking van die awards, als precies in beeld welke speler won nou wat, als ook hun mooiste highlights van het seizoen tot dit moment. Dus we gaan nu kijken naar de Leidse winnaars van de seizoensprijzen. We zagen het net, Leiden won heel veel individuele prijzen met die DBL Awards. Hartstikke leuk, maar als team moet je het natuurlijk doen in de play-offs. Die play-offs zijn dus dit jaar wat korter, want ook de halve finale is kort. 3 wedstrijden maximaal, je moet er 2 winnen, dus een best of 3. Leiden opent wel thuis, heeft 2 thuiswedstrijden als het nodig is, omdat het dus als eerste eindigde, krijgt het dat voordeeltje. Iedereen zat natuurlijk vol spanning klaar voor die wedstrijd tegen de verdedigend kampioen nog steeds, Zwolle. En echt van heel jong zaten ze klaar.
Maar ook gezellig in het bubbelbad. Hartstikke bedankt voor de foto's en de video's van onze fans die we met jullie mogen delen. Zij zaten klaar voor die wedstrijd tegen Zwolle. En we gaan nu naar de samenvatting. We beginnen natuurlijk zoals altijd met de sprongbal. Nico Zwiep, de hoofdscheidsrechter, bal wordt gewonnen door Zwolle. En zij hebben ook de beste start. Radels hier in de post. Sterke beren uit Oostenrijk scoort. Dan doet Finky nog wel wat terug. Mooie elbowen, jumper tegen Dunn, die zijn enkels bijna breekt. Maar dan is het Zwolle die dus een tijdje gaan doordenderen. Hier het Daalman, weer terug van een blessure sinds enkele wedstrijden. Inside weer Radels, hele goede assist, goed samengespeeld. Hier van Oostrum, weer Daalman naar de ring. Veel te makkelijk, time-out Leiden. Ze staan 6 punten achter. Wat kan Leiden dan doen om het om te keren? Ja, dit is lekker. Van 6-3 dankzij een 3-punter van de Jong. King, die sterk speelde weer, die drijft heel graag naar links. Die gaat eigenlijk altijd naar de ring. 1 keer, 2 keer, weer afgemaakt. Nick King zorgt voor de aansluiting Leiden op een kleine voorsprong. Maar Daalman, die is altijd leep. Die lepelt die balletjes erin in de bucket. Finky, die eigenlijk bescheiden speelde, maar heel efficiënt. Ook aardig wat punten maakt en ze kwezen hier in de post. Ja, prima afgewerkt. Dan Ververs zorgt voor gevaar, trekt 2 man, dan staat er iemand vrij. Het is Enzekwezi, de MVP, Leiden. +5 Radels gevonden, ja. Zwolle blijft er prima bij in de beginfase. Enzekwezi zoekt meer en meer de ring op, valt zijn verdediger aan. Die verdediger wil niet te snel in foutenlast komen. Klutsituatie opgelost door Leiden. Dan Finky, schotje valt niet. Rebound ingetipt door de Jong die zijn spierballen laat zien. Is daar heel blij mee, een hele knappe tip in. Dunn, de schutter van Zwolle, die redelijk aan de ketting lag. Rebound voor Leiden, goed samengespeeld tussen de 2 grote mannen en Enzekwezi. Finky die afmaakte. Goed verdedigend tussen Leiden is altijd gevaarlijk in de steals. Dan aan de andere kant Lok. Hij was de man, Kael Lok, voor de Hammers deze avond. En Enzekwezi bij Leiden, zeker heel actief in de beginfase. Hier tegen Bleker. Bleker zegt, ik kreeg een elleboog. Ja, jammer Kevin, dat hoort erbij. Hier een steal bij Leiden, waar ze zo goed in zijn. Pots, die niet heel veel speelde, niet heel erg opviel. Komt terug van een kleine blessure, maar werkt af. Van Bree had een aantal goede invalbeurten. Hij is een schutter, die bal is raak. En hier zien we weer eens een keer een steal van Leiden. Nu was het LeChance, die ook goed inviel. Gaat naar de ring, hij kan schieten, hij kan driven. Prima, netjes met de goede hand afgemaakt. Jozef, die terug is uit de Ramadan, zou je kunnen zeggen. Hij heeft gevast. Ik weet niet of dat de reden was, maar hij was niet heel dominant. Hier Pots. Ook hij kan schieten. Lok. Hij dus de man bij de Hammers van de avond. Kan inside en kan outside. Die Kael Lok. Schutter puur sang. Krijgt de friendly bounce. LeChance. Balletje valt goed. Hier is het Dunn die een beetje los begint te komen. Hij kan in korte tijd heel veel punten maken. Lok vecht voor de rebound en tipt zijn eigen misser in. Maar inmiddels is het gaatje er wel verleiden. Puntje of 9. Ja, Jozef, knappe bal, wilde een fout, krijgt hij niet. Maar Leiden is toch het kloofje wat aan het uitdiepen. Hier prima bal van Van Bree. En Radels, die ook niet heel erg makkelijk er doorheen kwam deze avond. Dat was ook wel een van de sleutels om Zwolle te stoppen. Enzekwezi met de fout tegen Radels. Rebound, weer is voor Leiden. Prima tip in van Enzekwezi in 2 instanties. En zo bouwde Leiden toch aan een leuke voorsprong. Zwolle doet wel even wat terug. En dan King, die zo goed altijd de ring aan kan vallen. Die dan graag naar zijn linkerhand gaat. En dan ook nog eens deze bal eroverheen aan het begin van de tweede helft van Finky. En dan is er niks aan de hand voor Leiden. 17 punten verschil. Dan doet Lok nog wel ietsjes terug. 15 punten nog steeds. En helemaal open. Lekkere slam dunk. Assist van de Jong. Scoren en Enzekwezi. Maar Lok, die gaf het niet op. Hij gaat proberen om Zwolle terug te brengen in die toch zeer belangrijke wedstrijd. Want als zij verliezen, dan moeten ze de 2 volgende wedstrijden winnen in deze best of 3. En dat is pittig. King is blij. Hij scoort een prima lay-up. En dan een knap reboundwerk tussen de grote mannen van Jozef. Maar hij weet niet te converteren. En dan is het aan de andere kant. Scoren van Finky. Goede assist weer van de Jong. Weer op Enzekwezi. En Leiden is die voorsprong weer aan het terugpakken. Zwolle kwam dus even terug, toen Leiden weer, maar nu nog weer een inhaalrace, tenminste als het aan Dunn ligt. De Jong denkt er anders over, ja, te makkelijk eigenlijk in de play-offs, dit mag eigenlijk niet gebeuren, lekker voor Leiden. Dit mag eigenlijk ook niet zo'n afvallende rebound, het werd af en toe ook een klein beetje wat rommelig, de intensiteit ging wel omhoog en hier Lok weer met een 3'tje. Knappe lichaamsbeheersing van LeChance, and one. Hij liet zich meer en meer zien in de slotfase. Ook Pots, ja, hij is heel goed in die 3-punters zo vanaf een schuin hoekje.
Het is een moeilijke bal hoor, via het bord van De Jong. Die zich ook echt als leider opstelde in de wedstrijd. Zorgde dat Leiden toch iedere keer weer de controle pakte. En hier is die weer De Jong altijd gevaarlijk. Wordt nu wel even gestript door Van Oostrum. En dan Schilder, die met dat linkerpootje de bal erin kachelt. En dan is Leiden toch weer een klein beetje geschrokken, want Zwolle komt terug. Hier is het ook nog eens een keer Rados. En dan is het opeens nog maar 4 punten. De Jong dan, dit heb je nodig. Een makkelijke score dicht bij de basket. En weer een drive van De Jong. Dan met een gelukje krijgt hij hem terug. En let op. Schitterende behind the back assist op Emmanuel Ezekwesi. Leiden op 7. Heeft weer een beetje lucht. Jozef nog een keer. Had ook een fout kunnen zijn. Brengt de Hammers weer terug. Weer De Jong. Weer agressief. And one. Superbelangrijk. Rudy De Jong, de man met een jaar of 10 ervaring. Hier Noah Daalman, die dus niet zo opvallend speelde. Zijn coach zei ook, ja, ik heb hem er maar uitgehaald. En dan is het LeChance time. Dit is een 4-point play. 3 punten en een fout. Dan doet Lok, die onvermoeibaar was, nog wel even wat terug. En LeChance gaat hij het nog een keer doen. Yes, sir. Riley LeChance, een man met nummer 12. Hij maakt echt het verschil. Goed gekeken. Communicatie, King en Ezekwesi voor een alley-oopje. Dan is het nog eens een keer naar de basket. En Nick King, ook dat lukt. En dan is het voor Zwolle te laat. Laatste minuut, nog een prima fast break van Ezekwesi. En nog eens een keer LeChance, gaat ook dat lukken? Ja, zeker. Zo sluit Leiden toch redelijk overtuigend af. Maar ook Zwolle maakte toch een aantal keren een run om weer terug te komen. Het is Leiden dat met een goed gevoel kan afreizen naar het Landstede Sportcentrum. Aanstaande dinsdag dus. En we zagen het natuurlijk in beelden, dat Leiden won van Zwolle. Maar soms kun je dan aan de statistieken zien van waar zat hem dat dan in? Waar lagen de verschillen? Waar was Zwolle misschien zelfs beter in? Dus laten we met de lessen van Martin Hauwaard in het achterhoofd eens even door die statistieken lopen. En dan zien we hier in beeld de statistics tab van de live stats. En daar staan de teams naast elkaar. Dan zie je de schotpercentages. Nou, Leiden overal schoot duidelijk beter. 56% en Zwolle maar 43%. En daar zit natuurlijk meteen een behoorlijk verschil. Leiden schoot de 2-punters beter en de 3-punters beter. Ja, dat komt soms ook wel doordat je in je eigen hal speelt. Dan is het schieten toch net wat makkelijker. De vrije worpen, het percentage vrijwel gelijk. Maar je zag wel dat Zwolle er 11 meer kreeg. En daar begon Leiden ook wat over te mopperen. En dat is iets wat ze misschien nog een beetje uit hun spel moeten halen. Want doordat ze daar wat door werden afgeleid, de mannen van Leiden, kwam Zwolle ook wel een beetje terug in de wedstrijd. Als we daar naar de andere teamstatistieken kijken, dan zien we bijvoorbeeld de rebounds. Nou, daar was Zwolle weer ietsjes beter. Zeker een aandachtspunt voor Leiden. De assists redelijk gelijk. Zwolle ook ietsjes beter. De steals vrijwel gelijk. Weinig bloks. Leiden ietsjes beter. Turnovers. Zwolle ietsjes slechter. Die hadden 3 keer meer balverlies, maar ook een vrij klein verschil. Het aantal fouten dat de teams maakten. Nou, ook vrijwel gelijk. Points in de paint vrijwel gelijk. Second chance points, hè, dus een score uit een aanvallende rebound gelijk. Dan de volgende afkorting, dat is PFT. Dat betekent points from turnovers. Daar zien we wel een groot verschil. Dat deed Leiden dus heel goed. We zagen dat Zwolle 13 keer balverlies had. En daar maakte Leiden 21 punten uit. Dat is superveel. Leiden had iets minder balverlies, 10. En daar maakte Zwolle 7 punten uit. Dat is aan de lage kant. Dus daar maakte Leiden dit keer echt, u ziet het, een verschil van 14 punten. Nou, de bench points, hoeveel punten van de wisselspelers, redelijk gelijk. En de fast break points, ja, Leiden speelt graag snel. Dus het lag voor de hand. Die waren bij Leiden ook ietsjes beter. Maar nog even wijzen dus op aandachtspunten voor de uitwedstrijd. De rebound, daar was Zwolle beter bijvoorbeeld. En ook de assist was Zwolle beter. Dus ze speelden goed als team. En dat zijn dingen waar Leiden wat van kan leren. Dat zijn, zo kijkend naar de eerste wedstrijd, een aantal sleutels ook straks voor de tweede wedstrijd. Het is dus zorg en zekerheid Leiden dat de eerste tik uitdeelt in de halve finale. Na de wedstrijd altijd de coaches aan het woord. Dus ook nu Geert Hammink van zorg en zekerheid Leiden en Herman van der Belt van de Hammers. En ook de man die onder andere de play of the game maakte, Riley LeChance, komt aan het woord. Geert, welkom. Gefeliciteerd met de overwinning. Dank je wel. Eerste klap is een daalder waard in een korte serie. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, hoe verwoord je dat? Golfbewegingen. Hè? Positief. Mm. We beginnen heel slecht, 3,5 minuut. Daarna spelen we eigenlijk bijna 25 minuten goed. Daarna laten we ons een beetje meeslepen in wat er gebeurt allemaal op het veld. En dan halen we onszelf een beetje uit de wedstrijd. We hebben dat geprobeerd te corrigeren en dat lukte aan het einde. En dan is het weer 3 minuten of 2,5 minuten, 3 minuten goed.
Ja, precies. Je zegt, we lieten ons uit het spel halen door wat er gebeurde op het veld. Maar wat gebeurde er dan waar je ja, door... Ja, dat mag je niet zeggen, hè? Want anders... we hebben nog een paar wedstrijden te gaan. Okay. Nee, kijk, luister. Ze hebben 28 vrije worpen. Dat is veel. Ja? Mm-hmm. Volgens mij hadden we, ik weet niet exact, maar heel weinig fouten met rust. Nu staat het hele bord geel. Ik weet niet wat er gebeurde. Oké, daar wil ik het bij houden. Ja, wij zaten al te kijken of we krijgen een kwart zonder fouten überhaupt. Want het eerste kwart... En het tweede was niet veel, veel meer fouten. En hoe je naar nou achter je kijken? Het is gewoon oranje. Ja, dus... Maar ik weet niet wat daar gebeurt. Het zal ongetwijfeld onze fout zijn. Slecht verdedigd of te agressief of te veel handchecking. Ik weet niet. Nee, precies. Wat neem je mee uit deze wedstrijd voor de volgende wedstrijd? Ik bedoel... Nou, de winst. Ja, maar dat bedoelde je niet, denk ik. Nee. Maar oké, laten we wel zijn, hè. We hebben een dip daar gehad. Stonden 19 of 20 voor, weet ik niet exact. 21. 21, oké. Okay. 64, 43. 21 voor. En zij komen terug tot 2 of 4? Tot 2. 2. Dus oké, daar zat een flinke dip in. In principe zal het hoogstwaarschijnlijk zo zijn, een hoog percentage van de mensen die dit hebben gekeken, na wedstrijd 2 die dip niet meer weten. Het is 1-0. Ik ga liever met 1-0 naar Zwolle voor dinsdag dan andersom. Dus dat nemen we mee. Even wat ik zei, wat neem ik mee? 1-0, gewonnen wedstrijd. Maar dat is dan wat dieper. Maar ja, we zullen toch wat genuanceerder moeten omgaan met tegenslag, van welke die kant die dan ook mogen komen. En we moeten daar ik wil niet zeggen sterker, maar oké, laat ik dan in de algemene zin zeggen wat beter mee omgaan. Ja, precies. En je weet in ieder geval zeker dat je nog een thuiswedstrijd hebt. In ieder geval nog een thuiswedstrijd en hopelijk is de eerste thuiswedstrijd tegen Groningen of Den Bosch. Ja, precies. Dus ja goed, ik zeg ook 1-0. King wel weer starter. Is Pots nog niet helemaal 100% fit? Nee, ze zijn allebei. Dat weten jullie niet eens. Maar oké, dat is weer een heel, heel lang verhaal. Eigenlijk was, Giddy gisteren en eergisteren 100%. Ja. Maar Nick raakte geblesseerd eergisteren. Dat is enkel. Die is net terug. Heeft gisteren niet kunnen trainen. En dan hebben we de beslissing genomen samen met de fysio's. 1. Hij speelde natuurlijk goed de laatste wedstrijd in een startende rol. Maar ook om na de warm-up die enkel warm te houden en te kijken hoe het ging. En hij startte de wedstrijd goed gewoon. Ja, precies. Nou ja, goed, 1-0. Landstede met de rug tegen de muur, zullen we maar zeggen. We gaan het afwachten wat er dinsdag gebeurt. En we zien je sowieso volgende week of eind van de week ergens terug. Ja, hier. Ja, hier in Leiden. Hier, maar je weet niet nog niet tegen wie. Hè? Nee, precies. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Herman, welkom. 97-87, overwinning voor Leiden. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Ja, 97 punten voor Leiden, veel te veel. Mm-hmm. Ja, dan wordt het heel lastig om daar een serie mee te winnen. Althans in mijn beleving, dan moeten we 98 maken of 99. Weet waar ons te doen staat. Ja, precies. Je begon wel heel goed aan de wedstrijd met 8-2 en op een gegeven moment viel het helemaal de andere kant op. En dan krijg je, dan sta je op een gegeven moment 21 punten achter. Hoe krijg je dan je ploeg weer in beweging? Want dat lukte dus wel. Ja. Of is dat het schijn van de Smit? Nee, dat is gewoon karakter van spelers. Mm-hmm. En ik denk dat een aantal jongens de boel wel op orde kregen op dat moment. En voor mij stonden een aantal andere mensen erin. Voor mij dat scheelde een goede bijdrage in de tweede helft. Lok, Jozo. Die kreeg de boel op orde. Ja, precies. Lok speelde een hele goede wedstrijd. Ja. Zomaar moet zeggen. Schilder vond ik ook belangrijk in de tweede helft. Ja. Alleen ik miste in de tweede helft lange tijd Noah Daalman. Is hij nog niet 100% fit? Of zeg je van nou, Rabels en Lok doen het zo goed? Ja, dat. Blijf maar even op de kant. Ja hoor. Ik bedoel, Daalman is een belangrijke speler van ons. Maar als het niet lukt in de wedstrijd, of hij heeft mindere wedstrijden, of anderen doen het wel goed, dan gaan die spelen. Ja, degene die het best op orde hebben, die spelen het meest. Ja, precies. Wat neem je mee uit deze wedstrijd, voor de, behalve dat Leiden zoveel scoort voor de volgende wedstrijd? Ja, dat is natuurlijk dinsdag. En bedoel, daar denk ik dat we toch naar moeten kijken. Voor mij kwam nog terug tot 1 of 2 punten. Van mijn Mr. Lock en Layup. Nou, dat is denk ik ook wel play-offs. Je moet ook plays maken. Maar 97 punten tegen, ik denk dat we met name verdedigen wat plays moeten maken. Dus ze pakt een avondsrebound volgens mij. Dat we een cruciale stop hadden. Cruciale turnover. Voor mij met 2, 4 punten verschil of 6 punten verschil.
ja, dan moet je toch die plays blijven maken. Ja. Nou, maar wat ik meeneem, 21 punten achter en dat je terug kunt knokken. Laat je niet zo ver komen, ja, dan wordt een heel andere wedstrijd. Ja, precies. Want dinsdag moet het gebeuren voor jullie. Ja, maar het moet elke wedstrijd gebeuren. Ja. De opdracht is om 2 wedstrijden te winnen. En daar had je 3 kansen voor en nu heb je er 2 kansen voor. Ja, precies. En de eerstvolgende is thuis. En, ja. We zullen het afwachten wat het dinsdag wordt, Herman. Ik ben er. Ik wens je succes. Ik ben er niet. Ik kijk vanaf afstand wel mee. Nee, dankjewel. Dankjewel. Congratulations with the win. How do you feel about this game? About your own play? About the team play? Yeah, I think we played a little up and down. We got out to, I think, up 19 or 20 and kind of let them right back in it with some mistakes we had. But, overall, that's a really good team we just played. And, we know going into next game it's going to be a fight again. So, we're obviously happy to come out with a win and did some things down the stretch that we needed to do to pull it out. Mm-hmm. Yeah, in the first half, you started by missing 3 three-pointers. And then did you decide from the, okay, no 3-pointers, I'm going to attack the ring, because you did that twice, two or 3 times then? I kind of just try to let the game come to me. My teammates did a good job of setting me up. I had wide open looks and even 2 in a row, and they all felt good. And after that, I was a little frustrated. And I came to the bench and everybody kept telling me to keep shooting. So they really gave me confidence and to keep attacking. And I was finally able to get something to go down towards the end. Yeah, you had a very important 4-point play to get the lead up by 2-6 from two up or so. So that was very important. What kind of player are you actually? Because we see you play here, we see you shoot a lot. Is that your game? Do you think I'm a shooter first? I feel like I can do whatever the team needs me to do. I like playing both guard positions, playing point guard, playing shooting guard, and I like setting my teammates up just as much as I like shooting the ball. So, I think tonight, down the stretch, I ended up, being a little more aggressive and taking some shots. And some nights it'll be setting other guys up. And we got a lot of good players on this team who can get baskets. So, it's each night it's probably a little bit different. Yeah, you were up by 21, 64-43, and then suddenly it was 81-79 with a bonus shot for Lundstedt for Damon, which he missed. How do you feel in that period? Because sometimes you were on the bench or you were in the game. What does it to your confidence? Yeah, well, like I said, they're a really good team. So we knew when we got up 21 that they weren't going to just roll over and let us win by 30. That's not who they are. That's not how they play. We knew they were going to make a strong fight to come back in the game, and we were anticipating them making a run, and they did. And it was just about getting through that. And I think guys made some big plays down the stretch to, get us back going in the right direction. Yeah, the most likable play was the behind the back pass from Worthy after he got a turnover, and then suddenly he had the ball behind the back, and it's a crazy easy score. Yeah, that definitely gave us some energy and got us going back in the right direction. It was a great hustle play, and then obviously an unbelievable pass by him. So it was a great play. Okay, well, it's trying to get some rest. Because Tuesday is already the next game, and there's one thing for sure, there will be another home game here, either at the third game in this series or the first game in the final. So we gotta get some rest and we'll be ready for Tuesday. Ja, ik weet het, veel kijkers wachten juist op dit moment, het winnen van die prachtige basketbal en het winnen van de voucher voor de livestream, en dat kan allemaal dankzij onze quiz. De vraag van vorige keer was: er is nu een supportersvereniging Blauwe Brigade. Maar er was eerst een supportersvereniging met een andere naam. Wat was die naam? Die naam is Leiden Devils. Aantal vaste inzenders had het nu ook weer helemaal goed. Onder andere Roy en Koos. Maar de winnaar van deze week, die heet Richard Roest. Van harte Richard. En voor de quiz hebben we natuurlijk ook weer een nieuwe vraag. Opnieuw de bal en de voucher te winnen. De vraag luidt: Rolf Franke heeft 2 jaar gecoacht bij ZZ Leiden. Hij had 2 verschillende assistentcoaches. Wat was de naam van de eerste assistentcoach van Rolf Franke? Die naam kan natuurlijk weer gemaild worden naar het bekende adres zzleidentv@gmail.com. Dit was dus de eerste play-off uitzending van ZZ Leiden TV. Het wordt natuurlijk heel spannend of de mannen helemaal tot in de finale komen. We gaan het merken de komende dagen. Dat zal dan gaan via eerst een uitwedstrijd aanstaande dinsdag om 19:30 in Zwolle. Als Leiden die wint,
staan ze in de finale. De eerste wedstrijd daarvan zal zijn zondagmiddag, de 23e. Mocht Leiden dinsdag verliezen in Zwolle, dan komt er een beslissende wedstrijd, een derde wedstrijd in de eigen 5 meihal. En die zal dan zijn donderdag om 20:30. Volop play-off spanning dus in de Dutch Basketball League en bij ZZ Leiden. We blijven het volgen in ZZ Leiden TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.